Zoek jij nog coins? Ga dan naar www.justvivacoins.nl. De link staat in de beschrijving. En nou even vergeet aan niet te code. Hard, alle letters in hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe Via Via. Dit is zeg maar de serie waarbij ik onder de spitsvers van David Via en het best mogelijke plaatste team probeer te fixen. Het lukt me redelijk goed. Dat gaat heel erg goed zelfs, want ik heb al David Silva, ik heb al Iniesta, second in voor Pedro. Ik heb geweldige spelers. En dit is zeg maar het team wat ik nu heb. Met team of the Year, Sergio Ramos, Juan Fran, Callejon. Echt een super team. Team of the Year, Sergio Ramos. Oh jongens, 3,3 heb ik eruit getrokken voor die gozer. Maar oh, damn, Ze kaart is goed. Dan hebben we ook nog Team of the Season, Callejon. En we hebben nog Team of the Season, Juan Fran. Die mag ook niet heel veel kosten, moet ik zeggen. 300k. Best wel lekker, natuurlijk. Maar goed, ik ga potjes spelen. Jullie zeiden ook: je moet via upgraden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb hem een plus 10 alles kaartje gegeven. En inclusief de stafleden die ik had, gaf dat hem zo ongeveer 90 Pace 93 shooting. Tja, het is wat je krijgt. Je wilt dat ik via upgrade? Oh, dan doe ik het ook. Maar ik doe het big time. Ik doe het op mijn manier. En dat ging natuurlijk helemaal lekker. Want David Via was sick. En zoals je zou verwachten, echt. Ongelooflijk lekker. Maar goed, dit is dus al de 1-1, wat een beetje jammer was. Maar ik ga gewoon een corner nemen. En kijk, Puzzle springen dan via Cazorla in het doel. En zo kom ik alweer op een 2-1 voorsprong. Ik ga helemaal met dit team. Echt, ik ben zo blij. Maar dan hebben we hier David Via, die natuurlijk niet te houden is met een boost. En dan gaat hij hier door met Jovetic na de aftrap. En ja. Dan is het, zeg maar, vervelend. Maar goed, daarna gaan we gewoon door. Want hij heeft, zeg maar, wel de bal met Ibarbo. En hij krijgt de bal bij Cazorla. En dan, ja, dat dus. Dat is, ja. Maar ondanks dat gaan we gewoon door. Want David Villa hier, oh, bam, een lop, Damn, die was lekker. En dan hebben we hier weer een bal op David Silva dit keer. En ook hij weet om te lopen voor 5-3. Oh, mijn god, wat een uitslagen hier, jongens. Maar daar gaan we gewoon door, want hij komt hier nog door met Jovetic. En zo staat het nog 5 tegen 4. Oh, jongens, wat een uitslag hier, zeg. Maar goed, 5-4 is de eindstand. 3 goals van David Villa en één assist in de eerste wedstrijd al. Dat belooft dat. Dan gaan we natuurlijk wel een beetje op een normale toon door, want ik moest tegen deze deur met echt een geweldige kit, was dat? Niet die van Milan bedoel ik natuurlijk, maar degene die die niet tegen mij gebruikt, dat vond ik. Echt een super nice kit. Maar dan gaan we natuurlijk gewoon door met deze wedstrijd. Want hij heeft een best wel lekker Parkless Premier League team. Dus het, is, het heeft een paar heel goede spelers. Zoals Kevin de Bruyne, Samuel Eto'o. Nou, dan ja, staan die voor sommigen goed. Maar hier kom ik met heel veel geluk op een 1-0 voorsprong. Uh, je kan zeggen dat ik het niet verdiende. Hier deed hij bijvoorbeeld niks. Dus ja, dat is dan bijvoorbeeld weer zijn schuld. Weet je wel. Maar dan krijg je hier een corner met David Silva. Op het hoofd van Carla Puyol. Remember the name, mensen. Want hij is supergoed in FIFA. Echt, medium my workways 85 defending, standaard. 80 heading. Geef me een goede boost met Sentinel ofzo. En je bent klaar. Echt een geweldig speler. Maar FIFA zou FIFA bij mij niet zijn. Als ik niet van de EA-service word gekikt. Nee, mensen. Het ligt niet aan mijn verbinding. Het is gewoon random dat ik eraf word gekikt. Ik heb altijd goede latency. Nooit lag in-game. Maar soms is het gewoon op een of andere moment dat ik gewoon. Poef! Zo van de servers word gekikt. Want het is natuurlijk vervelend. Dan moet ik zeggen. dit is sick team. Met team of season Adoris. Team of season Caligron. Mijn uh, inform maar Ik weet niet eens meer welke. Volgens mij second of. Ik weet het niet eens meer. Maar aanschouw de geweldige uitwerp van Ike Casillas. Waardoor ik op 1-0 achterkom. Dan zwingt hij hier de bal voor met Benzema. Op het hoofd van natuurlijk Adoris. Ik weet hoe goed hij is. En ik kan het hem ook niet kwalijk nemen. Want dat is precies hoe je Adoris moet gebruiken. Dan kom ik hier met meer geluk dan wijsheid op 2-1. Dankzij Juan Fran. Maar dan is hij hier weer met Caligon. Zwingt hij hem weer voor op het hoofd van Adoris. En Adoris mist gewoon geen kopbal. Mogen jullie ooit afvragen hoe het team van de is? Dat is ongeveer hoe het is. Maar goed, dan kom ik hier op 3-2 door een best wel lekkere lop van David Silva natuurlijk. En dan gaan we hier door want David Silva geeft een goede bal op Sergio Ramos. En jou ja hoor. Hij heeft 65 finishing. Dus als je dat op schuine met Xman neemt, dan zal hij je zeker weten ingaan. Dus dat is toch best wel leuk met een centerback. Maar goed, dan kom ik hier ook nog op 4-3. Echt de comeback is helemaal aan op dit punt. En dan hebben we hier nog David Silva. Terug naar. Ik heb mijn god geen nee, nee, Peter natuurlijk. Ik zie het zelf ook wel. Maar dan staat we dus weer 5-3. Dan hebben we hier nog Xabi Alonso op David Villa voor de 6-3. Ongelooflijk man, wat een uitslag is dit. Dan hebben we hem hier nog met Benzema. Ja, dat is de 6-4. Lekker gedaan van hem, prima goaltje natuurlijk zoals ik ze graag zie. Dan hebben we nog deze kopbal van Ado Ries voor 6-5. Maar verder zal het niet komen voor hem. Voor deze ene keer mogen jullie niet bepalen wie het wordt, maar jullie mogen gokken wie het wordt. Ik ben benieuwd wie van jullie het goed heeft. Laat een like achter als je genoten hebt, abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Volg me op social media en dan zie ik jullie later. Doei!